Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag zit ik weer aan de tafel, dus ga ik weer wat bespreken. Uiteraard wel iets wat met metaaldetectie te maken heeft. Zoeken is 1, vinden is 2 en dan uitzoeken wat je gevonden hebt is 3. En het is natuurlijk wel heel makkelijk met al die forums en Facebookpagina's en noem het allemaal maar op, om gewoon een fotootje te plaatsen en te zeggen wat heb ik gevonden. Maar het is natuurlijk wel zo leuk om zelf uit te zoeken wat je gevonden hebt. Leuke bron daarvan is Google. Google is een van de beste vrienden die je hebt als het om uitzoeken wat je gevonden hebt is. Het is heel simpel. Je omschrijft een klein beetje wat je gevonden hebt en je typt dat in. En door de jaren heen ga je steeds meer dingen herkennen en gaat het niet zozeer meer om wat je gevonden hebt, maar meer om de datering of welke uitvoering. Voor de mensen die het wel via Facebook of andere formats willen gaan doen, dat snap ik, want als je een beginner bent en je weet nog niks, dan is het heel moeilijk uitzoeken wat je gevonden hebt. Maar dan zijn goede foto's heel belangrijk. Alles staat of hangt bij de details die de mensen kunnen zien. Er zijn hele mooie kaarten voor. Dat kan je ook zelf maken, maar je hebt bijvoorbeeld deze kaart. En deze kaart, er staan vlakjes op. En die vlakjes zorgen ervoor dat mensen kunnen zien hoe groot het is. Goed, ik had deze kaart. En je ziet hier heel duidelijk een rand. En hier ook een rand met blokjes. En die blokjes geven een maat aan. Dan kan je zo'n blad maken of zo'n blad ergens vandaan halen. Ik heb hem van de Gerrit Club gekregen. Je kan het natuurlijk ook gewoon met een centimeterband doen of met een meetlintje. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dan teken je op een A4'tje blokjes van een centimeter. 1 centimeter zwart, 1 centimeter wit, 1 centimeter zwart, 1 centimeter en zo en zo. Dan weten de mensen hoe groot iets is. Vergeet, als je determinatie vraagt, ook niet het materiaal even erbij te vermelden. Soms weet je het materiaal niet of twijfel je en dat kan je er ook gewoon bij zetten. Maar, dit is natuurlijk overduidelijk een koperen knoop. En dat kan je erbij zetten. Soms is het op de foto's niet goed te zien. Maar dan kan je zeggen, materiaal mogelijk koper. Iets van zilver kan je vaak duidelijk zien. Dat zet je erbij. Iets van zilver, maar twijfel je, en soms zijn twijfels heel moeilijk, want deze knoop lijkt van zilver, maar als we dan de achterkant goed in beeld brengen, zie je dat het afbrokkelt en dat die dus verguld is. Het lijken soms details, maar het is soms best wel heel belangrijk om dat soort dingen te weten. Dus geef zoveel mogelijk informatie over hetgeen wat je gevonden hebt, als je wil weten wat het is. Hoe beter meer informatie dan minder. Dan heb je nog de welbekende UFO's. Dingen waar we nooit achter komen of waar we het niet helemaal zeker van weten, maar ook dingen waarvan je zelf al een beetje kan bedenken dat het niets is. Niet alles wat je vindt is iets. Helaas, eigenlijk is 70% van wat je vindt niets meer. Ik heb hier een stukje smeltlood. Ja, je kan er een vorm in zien, dat zou je kunnen bedenken, maar je kan aan de vorm en aan het materiaal, in dit geval lood, kan je al heel goed zien dat het eigenlijk gewoon niks is, nooit iets is geweest. Als je dat in je gedachten houdt, kijk, hier heb je een stuk lood. Ja, het is waarschijnlijk afvallood, er zit zelfs nog een stuk knipsel in en het is... Het is niks. Het zal nooit wat worden en waarschijnlijk is het ook nooit iets geweest. Een eindproduct nul. Ja, hier heeft het ook niet zo heel veel zin om determinatie voor te vragen. Als beginner is dat natuurlijk heel moeilijk wanneer iets niets is en wanneer iets mogelijk wel is. Dus dat begrijp ik. En als je twijfelt moet je het altijd wel vragen. Maar er zijn gewoon heel veel spulletjes waar we gewoon nooit meer achter komen. Hier een stukje kniplood, ja... Het zal waarschijnlijk ooit ergens voor gebruikt zijn, maar niemand weet meer waarvoor. En er is ook geen deskundige die uit zo'n stukje lood een determinatie kan halen. En als laatste,
maakt dingen niet bijzonderder dan dat ze zijn. Dat is best wel een hele kritische uitspraak van mij. Maar er zijn ontzettend veel vondsten die worden gedaan en die worden verkeerd gedetermineerd. Of dat nou de wens is, of dat het nou onkunde is, of dat het nou een stukje interessant maken is, of onwetendheid. Ik durf het niet te zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld gordijnringen. Kijk, ik heb er hier een heel pakje van. Die nog meer gordijnringen. Allemaal gordijnringen. En het... Oh, dit niet. Gordijnringen. Dikke, dunne. Met een gek vormpje. Hele dunne. Met een versieringkie. Maakt allemaal niet uit. Het zijn allemaal gordijnringen. En die vind je in Nederland miljoenen van. Er zaten er een 100 aan een gordijn. Zoveel huishoudens. X aantal gordijnen per huishouden. Werd weggegooid. Kwam in het vuil terecht. En ligt door heel Nederland met bossen. Met bossen. Dan heb je... En ik durf de uitspraak niet te doen. Want ik zeg dat het niet zo is. Maar dit wordt wel eens Keltisch ringgeld genoemd. Ik zeg niet dat het Keltisch ringgeld is, want die determinatie durf ik niet te geven. Maar het is in ieder geval iets wat ver van voor de gordijnringen is. Op het moment dat je een gordijnring vindt op een plaats waar alleen maar vondsten komen vanaf 15, 16, 17, 1800, gaat er dan vanuit dat het een gordijnring is. En als iemand anders dan zegt van het is bijvoorbeeld Keltisch geld... Ja, het kan. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar dat komt wel verdomd weinig voor. Nou, dit was hem. Klein stukje gedachten over determinatie. Hoe zou je determinatie moeten doen als je het vraagt op een forum zoals Facebook? Kortom, samengevat, gebruik een kaart of een centimeterband. Zorg dat de maten erbij staan. Zorg dat je beide kanten fotografeert. En zorg dat je zoveel mogelijk informatie die je wel hebt erbij zet. Respecteer een ander zijn mening. Zorg dat je, voordat je in discussie gaat, weet waar je het over hebt. En dat heb ik dus niet alleen over de vrager, maar ook aan de gever. En laat elkaar in de waarde. Dan houden we de hobby leuk en maken we elkaar wijzer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.